Na mijn onderzoeking bekkenlinie, abdominale linie, cervicothoracale linie, ga ik naar de occipitale linie en maak ook hier een evaluatie van positie en functie. Contact porus acousticus externus is de occipitale linie meer in een rotatie links of rechtsom. En daher actieve test. Patiëntin schließt die ogen. Rotatie rechts-links. Ogen öffnen. En via mijn contact evalueer ik die functie van deze globale cilinder. Rotatie naar rechts of naar links. Hier sehen Sie noch ein Übersicht von diesen verschiedenen Linien mit alle dynamischen Tests. Thank you.